Goedemiddag allemaal en welkom bij De Balie Live. Het programma waarin we vandaag in ongeveer een kwartier de meest actuele situatie rond de coronacrisis in Amsterdam doornemen. Met vandaag twee gasten, huisarts Bernard Leenstra en wethouder Zorg en Inkomen Rutger Groot-Wassink. Misschien even kort ter introductie. Bernard Leenstra, waar zit jij nu? Ik zit op dit moment thuis in quarantaine in Utrecht, is dat voor mij. En niet in Amsterdam. Huisarts, maar thuis. Hoe komt dat zo? Ja, officieel nog huisarts in opleiding, maar dat terzijde. Hoe komt dat zo? Omdat ik heb nu sinds 9 dagen zelf corona. Ben er erg ziek van en daarom is het ook zeker niet verantwoord dat ik ga werken, helaas. Nee, daar gaan we zo nog even over doorpraten. Ik wil de andere gast ook introduceren, wethouder Groot-Wassink. Hoe is het met u? Gezond? Uitstekend. Ik voel me gezond en gewoon druk aan het werk. Ja, maar u bent wel thuis, zie ik. Ja, ik probeer met regelmaat gewoon thuis te werken. Omdat we gewoon met videoconferences en zo kun je ook heel veel doen. Ik ben af en toe wel op het stadhuis als het echt noodzakelijk is om met mensen soms wat te bespreken. Maar dan in grote ruimtes met 1,5 meter afstand. En het naleven van de voorschriften is belangrijk. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Dus... die hou ik zeker in acht. Heel goed, heel goed. Nou, daar komen we zo bij terug. Dan begin ik even met Bernard Leenstra. Want Bernard, huisarts in opleiding dus, maar nu thuis met corona. Waar heb je precies last van? Wat zijn de symptomen? Het begon eigenlijk met echt hoge koorts. 'S Nachts wakker geworden, barend in het zweet, koude rillingen. Echt dat koortsige gevoel, niet lekker voelen, jezelf geen houding kunnen geven. En dat heeft eigenlijk heel lang aangehouden. En daarbij, wat echt opvallend is, wat ik opvallend vind bij corona, is de druk op de borst. Dan moet je echt inbeelden alsof er een olifant op je borst zit. Je conditie die holt achteruit. Ik heb 2 weken geleden, liep ik de halve marathon van Den Haag. En nu lig ik 5 minuten plat als ik gedoucht heb. Ik slaap ongeveer tussen de 14 en de 16 uur van de 24. En je bent gewoon continu back-off. Ja. Na een aantal dagen dat ik last had, leek ik weer op te knappen. Ongeveer na, ik denk, 4 of 5 dagen leek het beter te gaan. Koorts werd ook wel minder. Maar toen kwam echt als het ware de man met de hamer helemaal. Veel hoesten, koorts vlamde weer op naar de 40 graden 's nachts. En bleek ik echt een longontsteking te hebben, waarvoor ik ook antibiotica krijg. En dat is een nadeel van het virus. Dat kan de deur openzetten tot andere indringers, zoals bacteriën. Ja, want hoe... En daardoor krijg ik dan... Want hoe weet jij, want ja, die symptomen zijn vrij duidelijk, maar hoe weet jij dan nu dat je corona hebt? Ben je getest? Nee, ik ben niet getest, maar indirect getest, zoals dat heet. Wij waren met een groep op vakantie in Oostenrijk, toen al de maatregelen nog niet gelden. En toen we terugkwamen, had meer dan de helft van onze groep kreeg op hetzelfde moment dezelfde symptomen, met nu ook blijkt hetzelfde op. Veel van onze collega's die zijn ook arts. En die hebben zich wel laten testen. En die bleken positief. Waardoor je, ja, je kan je gif op innemen, dan heb ik het ook. Want jij bent 30, toch? Ja, net 31, ja. Ja, en veel mensen denken toch nog steeds dat het vooral oudere mensen treft. Hè? Dat die het meest kwetsbaar zijn. Ik zag bijvoorbeeld in Amsterdam gisteren feestjes op Uilensteden nog van jongeren. Wat zou je tegen hun willen zeggen? Ja, dat doet pijn aan mijn ogen om dat te zien. En het is ontzettend naïef. Ik ben verder gezond. Ik rook niet. Ik heb niks onder de leden. En ik ben er ontzettend ziek van. Ik kan helemaal niks. Het is maar de vraag hoe lang het duurt voordat ik weer mijn conditie terug heb. Dus dat is in de eerste plaats is het echt een fabel dat jongeren er niet ziek van kunnen worden. Kunnen er dus heel erg ziek van worden. En een tweede ding moeten we ook echt niet vergeten. Is dat je gewoon een besmettingshaard bent voor mensen die het niet goed kunnen. Die een lagere weerstand hebben. Denk aan de ouderen of mensen met al een ziekte onder de leden. Dus als je dat zo zegt. En ik heb de beelden ook gezien. En ik zie het ook nog wel eens bij mijn buren in de tuin. Die met z'n allen bij elkaar gaan zitten. Een groep studenten. Dan denk ik echt, jongens, kom op. Het is echt, het zijn geen geintjes. Die 1,5 meter is een bloedserieuze maatregel. Die echt, echt nodig is. Ja. En als huisarts. Je zit nu thuis. Lijkt me een ontzettend rot gevoel. Want je wil bij je collega's zijn. Heb je contact met ze? Hoe gaat het met hun? Ja, ik heb met heel veel collega's contact. Zowel met de collega's met wie ik nog in een ziekenhuis gewerkt heb. Als met collega's op de huisartsenpraktijk. Het gaat goed. In de huisartsenzorg kunnen we het goed aan. Omdat het met name telefoontjes. Dat is wel druk. Maar de ziekenhuizen die
vragen wel om ons om bij te springen. En dat wil ik ook heel graag. Dus ik voel me heel nutteloos. Ik voel me machteloos. Ik zit hier mijn tijd te voldoen. Ik slaap alleen maar wat. Ik ben geen dokter geworden om thuis op de bank te zitten. Ik ben dokter geworden om mensen te helpen. Om klachten te verlichten. Met name om mensen te troosten. En dat kan ik nu niet. Ja. En even al heel simpel te zeggen, dat voelt gewoon enorm kloten. Ja. Heb jij van je collega's, waar hebben zij op dit moment behoefte aan? Hè? Er is natuurlijk veel discussie over mondkapjes bijvoorbeeld. Ja. Hoor je dat soort signalen ook? Ja, we hadden op de praktijk in Ermelo, waar ik nu werk, ook het tekort. Via social media hebben we dat snel opgelost, de mondkapjes tekorten bedoel ik dan. Ja, desinfectiemiddelen, beschermingsmiddelen, dat hoor je wel, dat die steeds meer op rantsoen gaan. Maar ik begrijp ook door inzamelingsacties zoals het Rode Kruis lukt dat wel. Ik denk waar de zorgpersoneel, mijn collega's en ik straks ook het meest aan geholpen zijn, is gewoon de naleving van de regels. Ja, dat klinkt echt heel cliché, maar dat is echt zo. Dat zien we in de landen om ons heen, dat zien we uit onderzoek, dat als we die curve afvlakken, dat haalt echt de druk van de ketel. En dat hebben we echt nodig om straks voor jou of voor je opa of oma goed te kunnen zorgen. Ja. Dankjewel, daar komen we straks. Aan het eind kom ik nog één keer bij je terug. Ik wil dan naar wethouder Groot-Wassink. Misschien dat we ook wat vragen proberen te beantwoorden. Huisarts Bernhard heeft natuurlijk al een paar dingen genoemd, denk ik. Een van die dingen is die druk die nu ervaren wordt op de huisartsen, op de ziekenhuizen in Amsterdam. Hoe staat dat ervoor in Amsterdam? Kunnen we die druk momenteel nog goed aan? Ja, momenteel kunnen we dat nog aan. Hè? Amsterdam heeft natuurlijk ook te maken met corona. Maar wij lopen natuurlijk in die zin wat achter of wat voor, het is maar hoe je het bekijkt, op het zuidelijke deel van Nederland. Kijk, en volgens mij, ik zat net naar die RIVM-briefing te kijken in de Tweede Kamer. Hè. Volgens mij weten we allemaal wat belangrijk is. En belangrijk is inderdaad, zoals net al gezegd, dat iedereen zich aan die voorwaarden houdt. Dat is echt het allerbelangrijkste. En daarnaast zie je natuurlijk gewoon dat we nu proberen de IC, de intensive care capaciteit, op te schalen, de zorgcapaciteit op te schalen. En volgens mij gaat dat goed. Maar het worden spannende weken. Want het blijft in ieder geval spannend in hoeverre de maatregelen natuurlijk ook echt werken. En in hoeverre mensen zich eraan helpen of aanhouden. Want het is echt belangrijk dat inderdaad, zoals net al gezegd, hè, dat er een daling komt. Niet alleen in het aantal vastgestelde besmettingen. Maar ook gewoon in het aantal besmettingen, omdat dat weer leidt tot mensen met problemen die op de IC's terechtkomen. En als wethouder zorg nu, we horen natuurlijk veel over het landelijke beeld. Is er nog specifiek in Amsterdam iets waar u nu mee bezig bent, waarvan u zegt, nou ja, daar proberen wij echt wel, of daar is onze situatie anders misschien ook wel dan landelijk? Nou, veel van de echte zorgdingen die vallen op dit moment, omdat we hebben te maken met een crisissituatie. Hè? Dus ook gewoon in de sturing valt gewoon de directe zorg ook niet meer onder de wethouder zorg, maar onder de burgemeester. Dat is allemaal veiligheidsregio, hè, want we zitten in een grip 4 situatie. Ik word daar natuurlijk wel over bijgepraat. Maar die coördinatie die ligt echt in de veiligheidsregio. Kijk, een van de dingen waar ik vanuit mijn zorgverantwoordelijkheid ook mee bezig ben, is om te kijken hoe we andere elementen van zorg, bijvoorbeeld als het gaat over de daklozenopvang, de andere mantelzorg, zorg voor ouderen, hoe we daar nou mee omgaan. Kijk, ten aanzien van de daklozenopvang. Wij vangen in Amsterdam ruim 6000 mensen op. Maar daarnaast hebben we ook een enorme vraag nu bijvoorbeeld. Kijk, we hadden de winteropvang. Dat is tegen de 300-400 mensen die daar zaten. Transformatorweg. En wij hebben van de GGD ook wel daar gewoon de opdracht gekregen. Compartimenteer dat nou, omdat je niet meer grote groepen mensen wil. He, dat betekent waar je eerst mensen eigenlijk in grotere groepen bijeen had, dat we nu dat moeten opdelen, verdunnen zogezegd, in kleinere groepen. En dat is een grote logistieke operatie. Dus mijn belangrijkste werk nu zit vooral eigenlijk in de andere aspecten van de acute gezondheidszorg. Ja. Maar bijvoorbeeld als we het hebben over dakloze opvang, of bijvoorbeeld, hè, ik zag ook nieuwsberichten over mensen die te ziek zijn voor thuis zitten, maar te goed zijn voor het ziekenhuis en dat bijvoorbeeld hotelplekken aanboden. In Amsterdam hebben we een enorme hotelbranche. Is daar ook een mogelijke oplossing? Nou ja, daar hebben we heel veel contact mee, maar wij moeten natuurlijk wel even goed kijken, omdat we inderdaad nog best aan het begin staan van wat er op ons afkomt. Kijk, als ik nu zou zeggen, oké, zet elke dakloze maar in een hotelkamer,
Nog even afgezien van de vraag hoe je dat betaalt. Moeten we inderdaad ook gaan kijken, want misschien zijn die bedden later wel nodig voor precies de mensen die je noemt. Hè? Mensen die bijvoorbeeld wel die ontslagen zijn uit een ziekenhuis, maar nog niet echt naar huis kunnen. Misschien hebben we toch meer capaciteit nodig. Dus we zijn nu gewoon echt aan het kijken. Welk aanbod is er en hoe kunnen we die ook de komende tijd zo goed mogelijk inzetten? Want als ik nu alle schaarse ruimte verdeel, dan zou het kunnen zijn dat we over een korte tijd, over een week, over 2 weken, een acuut probleem hebben. En dat wil je echt voorkomen. Hoe maakt u daarin een afweging? Want dat lijkt me een lastig bestuurlijk dilemma. Je wil aan de ene kant een spoedvraag oplossen en tegelijkertijd kun je maar 1 keer bijvoorbeeld zo'n kamer weggeven. Of kun je maar 1 keer misschien je capaciteit opmaken. Nee, dat is een lastig dilemma. En daar praat je met anderen over. Maar kijk, ik ben geen medicus. Dus ik laat me in die zin gewoon leiden door het advies van de GGD. Op het moment dat de GGD zegt, je zult opvang moeten afschalen in kleinere groepen, dan ga ik dat niet betwisten. Dan is dat gewoon wat we gaan doen. En in die zin, ze hebben natuurlijk veel overleg met de GGD en met ook de aanbieders. Hè? Want vergis je niet, mensen roepen wel eens snel, ja, maar geef iedereen nou maar een plek. Als het gaat over bijvoorbeeld daklozen, dan hoort daar ook een zekere begeleiding bij. Is het niet zo dat je mensen zomaar ergens kunt laten zitten, omdat dat misschien juist wel weer besmetting bevordert. He, dus we hebben met onze aanbieders, met onze partners, de GGD, hebben daar heel intensief overleg over, om daar de beste afweging in te maken. Misschien tot slot, als we het over zorg hebben, zijn veel Amsterdammers die nu willen helpen. He, er zijn rondom mondkapjes, maar ook rondom eenzaamheid. Is er iets waarvan u vindt, ja, op dit vlak, dit zou ik wel van Amsterdammers willen vragen, of dit zouden zij kunnen doen om ons te helpen nu in deze crisis? Nou, het eerste is toch echt, hou je aan de voorschriften. Dat is echt het allerbelangrijkste. Je zei net al dat op Uilensteden nog feestjes worden gehouden. Echt, houd daarmee op. Houd je gewoon aan de voorschriften. Inderdaad, niet alleen voor jezelf, maar vooral ook voor mensen die je mogelijk kunt besmetten. Dat is het allerbelangrijkste. Als gemeente zijn we ook bezig om een website snel de lucht in te krijgen, waar allerlei initiatieven zich kunnen melden om juist ook zo bereik te vergroten. En waar we proberen allerlei initiatieven aan elkaar te koppelen. Omdat, laten we daar ook eerlijk over zijn, je ziet ook de veerkracht van een stad. Je ziet talloze mooie initiatieven ontstaan. En wij kunnen daar een rol in spelen om die aan elkaar te koppelen. En in die zin zie ik ook heel veel mooie dingen gebeuren in deze toch best ingewikkelde tijd. Dan wil ik nog even naar uw andere portefeuille, werk en inkomen. Ik bedoel, gezondheid is het belangrijkste, maar ondertussen krijgt de Amsterdamse economie flinke klappen. Waar zit uw grootste zorg? Nou ja, als het economisch ingewikkeld wordt, weten we natuurlijk altijd wie er als eerste de sjaak zijn. Hè? Dat zijn bijvoorbeeld flexwerkers, ZZP'ers, maar ook mensen met een tijdelijk contract, nulurencontractors. En ik maak me daar gewoon grote zorgen om. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het heel prettig en heel leuk en mag echt heel graag kankeren op het kabinet. Dat doe ik graag. Maar het steunpakket dat het kabinet heeft afgekondigd, is gewoon heel goed. Er is nu een maatregel die gaat Torzo heten. Dat is eigenlijk de bijzondere bijstand voor zelfstandigen. Die in ieder geval voor een korte periode van 3 maanden ZZP'ers die te maken hebben met vraaguitval inkomensondersteuning biedt. Dat is een hele belangrijke maatregel. En ten tweede de maatregel dat bedrijven de mogelijkheid hebben om werktijdverkorting aan te vragen, waardoor ze mensen niet ontslaan en juist doorbetalen. En dat geldt ook voor flexwerkers, nulurencontractors, mensen met een uitzendcontract. Ja, dat zijn hele belangrijke maatregelen. Omdat die voor de korte tijd mensen in hun bestaanszekerheid blijven versterken. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik wel zorg heb over en wat dan in de periode daarna. Maar ik ben zeker ook een groot deel van mijn tijd nu kwijt aan het kijken hoe we die zelfstandigen kunnen helpen. Want mind you, hè, gewoonlijk krijgen we in een jaar ongeveer 2000 aanvragen. Nu hadden we in iets meer dan een week zitten we op 13.500 aanvragen. Dat is best wel een klus. Nou ja, vooral ook, want ik snap dat heel goed, dat een enorme klus. Dat is een mega-operatie. Maar ambtenaren zitten natuurlijk ook thuis. Die zitten te skypen, te zoomen, te videobellen. En het steunpakket, wat u zegt, daar bent u heel blij mee. Maar het is natuurlijk die uitvoering die voor een ZZP'er die thuis zit ontzettend belangrijk. En het zijn geen normale tijden, dus de verwachtingen zijn natuurlijk iets anders.
Maar je kunt maar één keer duidelijkheid geven als gemeente natuurlijk, op dit soort dingen. Heeft u het idee dat u wel die 14.000 aanvragen, nou ja, op wat voor termijn bijvoorbeeld, hoe kan een ZZP'er die nu een aanvraag doet, denken van ja, wanneer komt dat dan? Want ik kan maar zo lang overleven. Ja, nou ja, wij zijn in afwachting van de regeling, van de definitieve regeling. Dus die komt denk ik vrijdag richting de Kamer. Kijk, wij hebben voordat het kabinet het noodpakket afkondigde, omdat wij het aantal aanvragen zagen stijgen, hebben wij al direct personeel bijgeschakeld, zijn met ICT aan de slag gegaan om, want je moet ook gewoon technisch een nieuw formulier maken. Bij mij is er nu alles op gericht om de mensen die zich het eerst hebben aangemeld, deze week al van het voorschot te voorzien. En we zullen dus gewoon in groepsgewijs mensen zo snel mogelijk ook gaan bevoorschotten. We hebben dus heel veel capaciteit bijgeschakeld om echt zo snel mogelijk die aanvragen te beoordelen. Maar ik snap heel goed dat als mensen op korte termijn een probleem hebben, en dan moet dat voorschot, moet daar dan wat mij betreft wel in helpen. Kijk, ik denk dat door bevoorschotting en nu zoveel capaciteit erbij te zetten, dat we dit vrij snel moeten kunnen doen. Mijn zorg zit misschien nog wel meer in de periode na deze 3 maanden. Omdat, kijk, wonen in Amsterdam is gewoon best duur. Er zullen best wel wat ZZP'ers zijn wiens inkomen echt behoorlijk wat hoger ligt dan het sociaal minimum, wat nu het maximum is van de regeling. En hoe dat verder uitpakt met doorlopende woonlasten. En wat er na die 3 maanden gebeurt, daar zit eigenlijk mijn grootste zorg. En daar richt dus ook de lobby vanuit de gemeente richting kabinet zich op. Laten we wel zorgen dat we niet alleen deze 3 maanden nu goed mensen helpen, maar vooral ook daarna. Ja, ja, want tot slot, hè, dat is bijvoorbeeld 1.000 euro voor een alleenstaande ZZP'er en max 1.500 euro voor een gezin. Ja, de huur is natuurlijk vaak wel hoger in Amsterdam. Is er nog iets, u zegt tot slot de lobby naar het Rijk, is er ook iets wat u als gemeente daarin nog kunt doen? Misschien de toelage iets verhogen, ik weet niet. Nou, dat is op zich ingewikkeld, hè? Omdat je dan natuurlijk ook met de vraag komt, als je dat voor één iemand doet, ik sta echt overal voor open, hè? Maar als je dat voor één iemand doet, dan zul je dat waarschijnlijk voor de hele groep moeten doen, omdat we niet kijken naar vermogen en partnerinkomen. Maar dat is wat mij betreft, zijn we nu allemaal aan het onderzoeken wat we daar meer in kunnen doen. Kijk, we hebben wel als gemeente ook tegen bijvoorbeeld verhuurders, tegen woningbouwcorporaties, maar ook particuliere verhuurders gezegd, kijk nou even goed wat er gebeurt met je mensen. Ik zie ook dat hypotheekverstrekkers, banken zeggen, als je echt in de knel komt door deze situatie, neem dan contact op. Maar hier ligt gewoon nog een hiaat waar ik me als gemeente in ieder geval verantwoordelijk voor voel, maar waar we ook met het Rijk over in gesprek gaan, om te kijken, om te zorgen dat mensen, wat mij betreft, hun inkomen blijven houden, of hun inkomen blijven houden, hun baan blijven houden. Want de hoop is natuurlijk toch dat als dit, als deze crisis en als deze maatregelen ophouden, dan zou het ook kunnen zijn dat de vraag weer vrij snel aantrekt. Dus in die zin nu overbruggen en nadenken over structurele maatregelen. Ja. Ja, het is bijsturen in een periode waar elke dag natuurlijk anders kan zijn. Misschien tot slot, Bernard Leenstra, is er nog iets wat bij jou leeft waarvan je denkt, dat zou ik toch nog wel even de wethouder willen vragen? Nou, ik was wel nieuwsgierig. Ik denk dat we eigenlijk een soort best wel vergelijkbare baan hebben. Ook al ben ik bezig om meer op microniveau de boel te managen met patiënten en de wethouder op macroniveau. Maar iets waar wij en mijn collega's nog wel eens tegenaan lopen is dat er verschillende religieuze groeperingen zijn. Noem maar Jehovah's Getuigen of andere religies. Die niet de regering als autoriteit hebben. Want niet als, althans de hoogste autoriteit. En daardoor het niet zo nauw nemen met de regels en de voorschriften. Want ja, als God het wil. Dat is best lastig. En normaal gesproken ben ik als dokter heel erg voor het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt en gun ik iedereen alles. Maar nu treft het ook anderen in de buurt. Ik vraag me af, komt de wethouder dat op macroniveau ook tegen? Instanties of religieuze groeperingen in de stad waar het lastig is om dit soort afspraken mee te maken? Ja, lastig om afspraken mee te maken valt wel mee. Maar ik herken wel het beeld dat zowel met religieuze groepen, maar soms is het ook gewoon groepen met een bepaalde etniciteit. En soms is het gewoon bevolkingsgroepen met een zekere migratieachtergrond. Bijvoorbeeld
die de taal echt veel minder machtig zijn. Hè? Bijvoorbeeld Ghanese in Zuidoost of zo. Hè? Die gewoon echt een wat andere afstand tot de overheid hebben. Waar soms informatie niet bekend genoeg is. Dat kom ik eigenlijk meer tegen. En wij hebben dat zelf ondervangen door zo snel mogelijk in zoveel mogelijk talen ook te communiceren over de voorschriften. Ook in die zin heel specifiek te kijken naar welk instrument zet je nou in voor welke groep. Hè? Omdat bijvoorbeeld, om maar weer een voorbeeld te geven, in Zuidoost luisteren mensen vrij veel naar de radio. Om dan dat soort radiostations ook in te zetten. Ik moet zeggen dat met religieuze gemeenschappen hebben wij heel snel geschakeld door gewoon contact op te nemen met moskeebestuurders, de Joodse gemeenschap en ook andere gemeenschappen, om hen er echt van te doordringen dat dit menens is. En vooralsnog ziet dat er ook goed uit, want merk ik in ieder geval ook dat zeker de islamitische gemeenschap en de Joodse gemeenschap zeer bewust hiermee omgaat. Tegelijkertijd worden het voor sommige religieuze gemeenschappen natuurlijk ook ingewikkelde tijden. Omdat bijvoorbeeld Pasen, Ramadan, die komen natuurlijk echt onder druk te staan. Maar mijn beeld is vooralsnog met de religieuze gemeenschappen, doordat wij daar al langer een beetje stelselmatig contact mee hebben, structureel contact mee hebben, dat het eigenlijk heel goed gaat. En dat zij ook wel snappen dat dit geen grap is en dat je hier echt serieus mee om moet gaan. Misschien tot slot dan, want u zei net dat u hoopt dat we elkaar ook weten te doordringen van het grote waar we voor staan. Is er nog iets waarvan u zegt dat is nog goed om, om in te prenten aan de Amsterdammers die dit zien en luisteren naar u? Het allerbelangrijkste is, hou je gewoon aan de voorschriften. Hou die anderhalve meter, blijf thuis. Dat is wat mij betreft echt het allerbelangrijkste. Omdat je gewoon ziet dat die maatregelen die er nu zijn, die zijn echt niet allemaal even leuk. Hè? Ik zou zelf ook liever wat vaker naar buiten gaan, zeker nu de zon schijnt. Maar hou je eraan. Omdat echt, we moeten echt de verspreiding stoppen. En dat kan alleen als iedereen daaraan meedoet. Mag ik daaraan toevoegen, Tim? Ja. De voorschriften, daar wil ik er ook echt nog bij blijven benadrukken, is het handen wassen. We zijn heel erg bezig met die anderhalf meter, wat we ook absoluut moeten doen. Maar we mogen niet vergeten dat je veel en veel en veel en veel vaker dan normaal je handen moet wassen. Want het virusdeeltje houdt niet van zeep. En je wast het gewoon van je handen af, dus doe dat alsjeblieft. Goed, die heb ik opgeschreven. Ik zie dat de wethouder genoeg boeken op de achtergrond heeft om de tijd ook nog door te komen. En wij waren in ieder geval op veilige afstand van elkaar. Daar kom ik niet aan toe hoor. Daar kom ik nu echt. Dat dacht ik al. Voor nu, dokter Bernhard, veel gezondheid toegewenst, beterschap. En wethouder Groot-Wassink, veel wijsheid toegewenst. En we spreken elkaar ongetwijfeld nog. Dank jullie wel voor nu. Dank je wel.